ik moest, toen ik het over Mussolini had, voortdurend aan Poetin denken natuurlijk, Mussolini had het ook altijd over dat hij een erfgenaam was van het Romeinse Rijk en dat de Italianen eigenlijk Romeinen waren en nou allemaal dit soort van onbeschrijfelijke onzin natuurlijk, want dat waren ze helemaal niet, maar dat geldt natuurlijk ook voor Poetin en zijn konuipten het zijn erfgenamen van de Sovjet-Unie, een gruwelijk een historisch experiment wat totaal mislukt is. Maar hij denkt wel in die termen. En hij wil het in stand houden, terwijl alles afbrokkelt om hem heen. Ja, hij wil het in stand houden, want hij, voor zijn gevoel is dat wat hoort bij het machtige Rusland. Niet waar? Hij is de man die zittend in een ontzettend kloterig kantoortje in Dresden. Niet waar? Waar ik ben gaan kijken. Ze zag er heel treurig uit. Moest meemaken hoe de Sovjet-Unie. Min of meer van het ene op het andere moment in elkaar storten. En hoe tenslotte in 1991, door, die, door activiteiten van Jeltsin. Al die, al die republieken zelfstandig zijn geworden. Ja, geleidelijk een deel daarvan is weer teruggedreven, als het ware. Ja, denk aan zo'n ontzettend ongelukkig land als, als Wit-Rusland. En de, de Oekraïne de, he, he, heeft in feite de Russische invloed weggejaagd. met die Maidan-revolutie. En is vervolgens. ja. Drijf is misschien toch wel een geschikt woord in de richting van het Westen afgedreven. En dat is niet alleen, laten we zeggen, geopolitiek een ramp voor Rusland, voor de Russische Republiek, aangezien de Oekraïne een heel wezenlijk bestanddeel was van Rusland, en in alle opzichten een heel succesvol bestanddeel van ja. Rusland, maar een dergelijk een dergelijke wegdrijvende Oekraïne, die zich, geloof ik, aankaniert met het Westen, is ook levensgevaarlijk in de zin dat het een permanente eh, beeld geeft van hoe het beter en anders kan dan in dat klote Rusland. Ja, mm -hmm. ja moet je natuurlijk erbij zeggen dat de meeste Russen ongetwijfeld hele sympathieke, hardere mensen zijn enzovoort. Het en feit is dat je altijd zit met die godvergeten moordenaars, nietwaar, die dat land runnen. Ja. Dat was vroeger zo en dat was in de tijd in de Sovjet-tijd zo en nu is het weer zo. En deels hebben ze daar natuurlijk ook wel... Ja, die kiezers waren natuurlijk dolblij dat Poetin de stabiliteit had hersteld en de volledige ineenstorting van het bruto product enigszins gecompenseerd had. Maar ja, ze hebben wel op hem gestemd en het is eigenlijk steeds erger geworden toen hij helemaal aan de top zat... Niet waar? Heeft hij de zaken zo gemanipuleerd dat hij is blijven zitten? En tenslotte heeft hij gewoon alles opgeruimd, wat hem in principe voor de voeten zou kunnen lopen. Mm -hmm. ja, dus je kunt wel zeggen: God, zou het niet fijn zijn als die, nou, als die oligarchen bij elkaar komen bij weer zo'n grote tafel? Hij zegt, tafels zijn daar wel groot genoeg, dat is wel een voordeel. En dat ze tegen hem zeggen: donder op. Maar dat gaat niet gebeuren, dat voel je wel. Ja, want die zitten allemaal doodsbangzettens dus aan die grote tafels. Ik krijg een verrekijkertje om te zien of Poetin er wel zit.